Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie een beetje goed geslapen hebben en uitgerust zijn, want we gaan rekenen. En dat doen we uiteraard met cupcakes. Als ik 12 cupcakes heb en ik eet er 3 op, want ik kan ze natuurlijk niet laten staan, hoeveel heb ik er dan over? Amber. 9. Heel goed. En Amber, hoe deed ik het? Een beetje heel erg truttig. Je hebt ook eigenlijk gelijk ook. Mijn outfit is veel te over de top. Maar kom even naast me staan. Ja, leuk dat je er bent. Voor jou is het een hele speciale dag. Ja. Want jij gaat vandaag shinen naast mij om samen met mij een Jill-aflevering te presenteren. Ja. Hoe leuk is dat? Echt, het is zo leuk. Ja, want jij hebt de Jill Award gewonnen op de grote Jill Party. De winnaar van de Jill Award is geworden... Allemaal te doen op Jill's Party? Allemaal hele leuke workshops, echt van alles. Je kon tegeltjes maken, je kon een mega kleurplaat inkleuren. Maar ja, je hebt wel gelijk. Ik zie er misschien inderdaad een beetje truttig uit. Ja. Zien juffen er tegenwoordig zo nog uit? Nee, ze hebben gewoon een lekker shirtje of iets aan, ja. Gewoon een normale outfit? Ja. Nou, daar kunnen we wel wat aan doen. Ja. Tada! Beter? Veel beter, staat je echt... Picobello. Nou, laten we gauw gaan beginnen. Ja. Krijtjes voor een ouderwets schoolbord, die heb je waarschijnlijk niet meer nodig. Want ik neem aan dat jij ook gewoon een digibord hebt op school. Ja, dat klopt. Maar het maken van stoepkrijt is super tof. Nou Amber, wat hebben we daarvoor nodig? Gips, water, ja. Glitter, ja. En verf. En vormpjes. Dan zou jij misschien een pakje water kunnen inschenken voor me? Tuurlijk. Want we gaan unicorn stoepkrijt maken. Met natuurlijk hele mooie verschillende kleuren. En... tada! Glitter! Nou, dat gieten we er ook bij. Je kunt normale glitter gebruiken, maar ik raad je wel aan om afbreekbare glitter te gebruiken. Die kan je ook overal kopen. Want als het dan gaat regenen, dan gaat de glitter gewoon verdwijnen. Ja. Dat is veel beter voor het milieu. Ja. Toch? Milieuvriendelijke tip. Precies. Ja, nu is het natuurlijk nog een beetje waterig, maar ik heb hier een droog bekertje voor je. Je pakt een groot bekertje. Ja. Het gips, dat gooien we erbij. En je ziet, het wordt meteen een ander mengsel. Ja. Cool, hè? Mm-hmm. Daar heb je er 2 van nodig. Kijk dan hoe lekker dit eruit ziet. Ja, bij mij lijkt het zelfs op smurfijs en bij jou op aardbeienijs. Inderdaad, ja. En nu moeten ze denk ik in de bakjes. Hé, hey, heel goed. Doen we een roze, heel dun laagje. En dan gaan we even shaken. Shaky. En het leuke is, nu doe je dus allemaal verschillende laagjes. Dus nu doen we een mooie kleur blauw eroverheen. Oké. Kijk wel uit dat je het niet te hard doet, anders dan zakt hij naar beneden. Nou, zo ga je dus het hele bakje verder vullen met verschillende laagjes. Ja. Yeah! Heb jij een juf of een meester? Ik heb een meester. Oh ja, en is dat ook jouw lievelingsmeester? En dan is het toch echt wel een lievelingsmeester. Ja, dan is die lievelingsmeester. En hoe heet je lievelingsmeester? Juri. En wat is er zo leuk aan Juri dan? Nou, hij doet soms hele grappige grapjes erdoor maken. Oh ja, is hij een beetje gek ook? Een beetje grappig? Ja. Ja? En dan vul hem niet te vol, want er komt natuurlijk nog een derde laagje overheen. Ja, zo is dit. Zo, nou, de bakjes zijn gevuld. Nu moeten we even wachten. Nu haal je ze eruit en kijk hoe cool is dit effect. Dat moet je echt niet weten. Vet, hè? Kom, we gaan checken hoe die werkt. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. Alright, en jou de eer. Wat ga je tekenen? Een hartje. Kijk, wow. Zo cool. Wauw. Super tof, hè? Ja. Nou, kom. We gaan hem inpakken. Yeah. Ik heb hier een mooi stukje cellofaan. Heet het heel chic, maar het is natuurlijk gewoon een stukje plastic. En dan pak je hem heel mooi in. Yeah. En die kun je dan aan iedereen geven. Ja. Yeah. Ook aan je lievelingsjuf of meester bijvoorbeeld. Of aan al mijn BFF's. Dan pak je hem in met een mooi lintje. Kijk dan hoe leuk dat eruit ziet. Cute, toch? Ja. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met het maken ervan. Het is hartstikke leuk om te doen, toch? Ja, en heb je nou een stoepkrijttekening gemaakt? Deel die dan heel even op Instagram, want dan kan Jill hem zien. Ik ga je laten zien hoe je een juf tekent en alles wat bij school hoort. Want school hoeft echt niet saai te zijn. Let op. Ben je klaar voor Amber? Ja. Hoe teken je een juf met tuttig opgestoken haar en zo'n mooie bril? Eigenlijk een beetje de outfit die ik aan het begin van de uitzending aan had. Je begint dan eerst met het gezichtje. Dan teken ik de nek. En wat je dan doet is, je tekent eerst 2 krulletjes aan de zijkant. Dat er wel een klein beetje haar naar voren staat.
En dan teken je boogjes omhoog. En eenmaal aan de bovenkant doe je een paar wolkjes. Dan lijkt het net alsof ze opgestoken haar heeft. Voordat we het gezichtje gaan tekenen, lijkt het me leuk om een juf zo'n hele strakke pooltrui te geven. Je tekent gewoon een vlakje eroverheen en dan denk je, ja, hallo, maar nu zie je gewoon dat er een nek tussenonder zit. Toch? Dat is niet mooi. Nee. Weet je wat leuk is bij kooltruien? Die hebben vaak van die banen. Dus je smokkelt gewoon een beetje. Je geeft hem extra lijntjes. En die trui die zit natuurlijk om de arm heen, dus er zit best wel een beetje ruimte tussen. De lijnen die bij de kooltrui zitten, die trek je gewoon door. Juffen hebben vaak ook zo'n kokerrok. Die zit dan heel strak. Dan teken ik eerst een streepje met een ovaaltje. Dat is het riempje. Die geeft een extra lijntje. En die zit dan heel strak. En ja, het bord is helaas niet lang genoeg, dus ik kan de benen niet tekenen. Maar bij een kokerhoek is de split heel belangrijk. Dus teken altijd een klein hoekje. En laat hem een beetje uitlopen. Zo. En deze streepjes gaan we nu invullen met allemaal krulletjes. Leuk, hè? Zo kun je wol maken. Jill, ziet het er niet een beetje goed uit? Prachtig, lieverd. Kijk nou. Denk je, oh, dat zijn wel hele lange wimpers. Nee, het gaan geen wimpers worden. Moet je zien, het wordt een bril. Want ik ga hem namelijk een extra lijntje geven. Eigenlijk zijn het twee hele grote vlindervleugels midden in haar gezicht. En je tekent gewoon een oogje. Dan kijkt ze door de bril heen. En sommige verstrooide juffen hebben wel eens een potlood in hun haar. En dan teken je gewoon een stokje wat uit die knot komt met een punt. Nou, dan tekenen we de lippen. Vergeet de neus niet en de wenkbrauw. Je kunt streepjes tekenen langs de kokerrok. Dan is het zo'n hele strakke, nette jurk die helemaal vastgestikt is. En polkadots zijn vaak ook wel een beetje tuttig. Dus dan teken je gewoon allemaal rondjes. Wat zou ze in haar handen kunnen hebben? Een boek. Een boek misschien, of een wereldbol. Je tekent eerst het rondje. Dan teken je aan beide kanten een heel klein lijntje, aan de boven- en aan de onderkant. Dan teken je daar een stokje onder met een voetje. En dan teken je een extra grote boog. En die laat je lopen tot aan de onderkant. En daar teken je allemaal streepjes op. En het leuke aan je eigen wereldbol ontwerpen is natuurlijk dat je ook zelf je landen mag bedenken. Dus teken mooie vlekken. En tada, zo teken je een superjuf. En ik ga deze tekening afmaken. Heb jij ook een superjuf getekend? Stuur hem naar me op en dan ontvang je dit keer geen tekening, maar een lekker verrassingspakket van mij. Zo, nou, deze juf heeft lekker roze haar. Hoe cool is dat? Ja, dat is heel cool. Dit doet me zo denken aan toen ik zelf nog op school zat. In de pauze, als iedereen naar buiten ging, bleef ik altijd binnen om op het schoolbord te tekenen. Heb je nou genoeg ideeën gekregen om samen met je BFF een schoolbordtekening te maken? Vraag dan aan je meester of juf dat je dat mag doen. Jill, ik heb een tekening gemaakt. Wauw, laat zien. Kijk. Oh, kijk nou. Liever, dat is die mooi. Jawel. Back to school. Wauw. Jill, waar zijn je slaapkamer? Wil je mijn slaapkamer zien? Ja. Kijk, daar is mijn slaapkamer. Uiteraard, alles roze. Ja. Tada. Cool, hè? En dit zijn alle mooie tekeningen die ik deze week heb binnengekregen. Kijk even hoe mooi deze tekening van Hanna is. Oeh, die is echt super mooi. Mooi, hè? Ja. En die is met glitterpen ingekleurd. En dit zijn natuurlijk echte BFF's. Ja. Heb jij nog een tekening die je heel mooi vindt? Het is allemaal mooi, maar ik denk... Echt, hè? Ja. Deze springt er dat wel uit. Dat is absoluut een van mijn favorieten. Moet je kijken. Dit heeft ze ook met volpen getekend. Dat zie ik meteen. Oeh. Maar zoals je weet komen er ook heel veel tekeningen binnen via Instagram, #JillOpTV. Dus heb jij een mooie tekening, stuur hem in. Kijk, dit is Lotte, die heeft met haar moeder het wolkentoetje gemaakt. Oh. Hoe gaaf is die geworden? Amber, aan jou de eer. Jij mag de winnaar van deze week kiezen. Het is zo moeilijk. Ja, hè? Ja, ik weet het. De koekjes van Jelka. Ze zijn zo goed gelukt. Ja, die zijn prachtig, hè? Ja. Zelfs een varkentje en een bloemetje en een hartje. En een unicorn. Van harte gefeliciteerd, Jelka. Jij hebt gewonnen. En ik ga samen met Amber een heel mooi lijstje voor jou maken. Yeah. Even kijken hoor, darling. I see you, I see you. Ik ben hartstikke druk. Ik ben namelijk aan het appen Pedro Pepe, mijn nieuwe vakantielab. Oh, hij is zo knap uit Spanje. En ik ben natuurlijk Spaans aan het leren. Want ja, ik moet natuurlijk wel kunnen laten weten hoe leuk en knap die is. Ik heb ook een superbelangrijke toets.
En ik heb natuurlijk helemaal geen tijd om te leren. Geen zorgen. Ik heb namelijk de speak tips van Priscil. All right, darlings, zijn jullie ready? Speak tip nummer dos. De zakdoek tip. Wat je doet is, all right, je hebt een zakdoek. Hier schrijf je alles op wat je moet weten. Dus un, dos, cuatro, cinco, seis, bla 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 bla. En als je dan tijdens de toets eventjes niet meer weet, dan pak je heel voorzichtig de zakdoek erbij. Eeuw. Oh ja, je moet natuurlijk niet echt niezen. Tip nummer dos. Pak een pennetje. Deze is veel te dik natuurlijk. Daarmee schrijf je alles op je nagels. Tijdens het maken van de toets kijk je stiekem op je vingers en dan lees je un, dos, tres. Ha, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Ik weet het allemaal al. Ah, tip nummer uno. Zapato. Oftewel de high heel. Hier schrijf jij alles op wat jij moet weten voor de toets. En tijdens de les kijk je wat erop staat. Oké. Je moet dus niet door de modder lopen. Eeuw. Of door iets anders. Oké, spieken mag natuurlijk niet. Je hebt het niets van mij, alright? Anyway, jullie weten het. Chill is chill, maar hello, Brazil. Tada! Nou, lieve Jelke, dit is hem geworden. Dit lijstje komt zo snel mogelijk jouw kant op. Heb jij nou ook zo'n mooie creatie gemaakt? Stuur hem dan op naar Jill en wie weet win je dan ook zo'n lijstje. Met hashtag Jill op tv kan ik jouw tekening zien. Dat is nummer 1. Nummer 1, toch? Dat is nummer 2. 3. Yay, heel goed. We zijn compleet. We gaan iets maken wat je uit kunt delen op school. Superleuk als je jarig bent. Precies. En hebben jullie wel eens gehoord van appeldonuts? Nee, ik echt nog nooit. Wat heb je hiervoor nodig? Appels, roomkaas, pareltjes en lekkere hagelslagjes in mooie kleuren. Eetbaar glitter en voedingskleurstof. Waar we mee gaan beginnen. Deze roomkaas, hartstikke saaie kleur natuurlijk, ja, toch? Nou, kleurtje geven. Precies. Wat je doet is je pakt een heel klein beetje voedingskleurstof. Begin altijd met minder, dat weet je. Dan kun je altijd meer doen. Oeh, mooi. Mooie kleurtjes toch? Ja. Nou, dit zijn de kleuren voor onze donuts. Ja. En de volgende stap is dat we het klokhuis eruit gaan halen en de appels in stukjes gaan snijden. Laat zien. Pas op voor je vingers. En als het nou niet lukt, dan moet je gewoon een sterke vader vragen om dat even voor je doen. Maar jij kan dat gewoon zelf, zie ik. Hoppa, nummer 1. Yeah. Als het klokhuis eruit is, dan snij je de plakken van de appel in ongeveer een half centimeter. Nu heb je dus schijfjes appel. Die gaan we oppimpen, want nu komt het donut effect. Je pakt een beetje roomkaas en dan ga je hem oppimpen. Tip, normaal gooi ik er alles overheen, want hoe meer hoe beter. Maar bij het versieren van donuts is het wel handig als je heel precies de pareltjes verdeelt, anders worden het gewoon taartjes. Deze sprinkles heb ik trouwens zelf gemaakt, hè? Echt, je kan heel makkelijk zelf sprinkles maken. Check maar eventjes op mijn YouTube-channel. Okay. Jij hebt eigenlijk een beetje een zeemermin donut gemaakt. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Nou, prachtig. En wat me leuk lijkt is marshmallows. Oeh. Maar wat is eigenlijk het allerleukste wat je bij jouw programma hebt gedaan? Wat ik heel leuk vond om te maken was de unicorn body butter. Heb je die al gezien? Ja, die heb ik ook. Ja, ik heb ze allemaal gezien. Ja, de Barbie taart is ook heel cool geworden. Oh ja, die heb ik ook gezien, ja. Ja, hè? Beetje voor inspiratie. Wat is jouw lievelingsknutsel eigenlijk? Ik denk toch echt wel stoepkrijt. Ja, die is leuk, hè? Ja. Hey, zit jij nou de hele tijd parels te eten? Er komt niks van. Er worden helemaal geen donuts meer gemaakt. Oh, sorry. Het is zo lekker, hè? Ja. Nou, zullen we ze erop zetten? Ja. Tada! Kijk dan hoe mooi deze zijn geworden. Oh, die zijn toch bijna te mooi om op te eten? Ja. Mmm. Ik vind ze zo toppie. Ja, ze is goed gekeurd. Mm-hmm. En ging het je allemaal te snel? Kijk dan nog heel even op de website. Want daar staat het hele recept. Nou, ik denk dat we maar lekker gaan uitdelen. Ja. Maar nog niet alles opeten. We moeten nog gaan afsluiten. Kom je naast me staan? Je hebt het zo ontzettend goed gedaan. Echt waar. Wat ben jij een natuurtalent? Jou zien we nog wel terug op televisie. Vond je het leuk? Ja, heel erg leuk. Nou, ben je er klaar voor? We gaan de afsluiting doen. Hey, dit was Jill. En vergeet niet, in jouw wereld kan alles. Wie wil er een donut? Iemand? Selfie.